Wij merkten dat de regelgeving ten aanzien van het nemen van een vlucht en binnenkomen in een land steeds strenger werd. En dat er op Bonaire hier nog niet voldoende initiatieven waren om toeristen en de bevolking van Bonaire daarin te ondersteunen. Dus wij zagen een kans om onze services binnen ons gezondheidscentrum daarmee uit te breiden. En zo is het eigenlijk begonnen. Hoe gaat dit gebeuren? Hebben jullie zelf een lab of hoe gebeurt dit? Ja, goede vraag. Nee, daar houden we ons niet mee bezig. Wij werken samen met een aantal partijen die zeer gerespecteerd zijn, die ook geaccrediteerd zijn. Wij zorgen voor de logistiek hier op Bonaire. Dat wil dus zeggen, wij kunnen hier PCR-testen afnemen en de antigeen-sneltesten. Die twee testen kunnen we hier afnemen. Dat zijn ook de testen die nu worden aangegeven als zijnde benodigd voor een geldig reisdocument om landen binnen te kunnen komen. Wij zorgen voor het eerste contact, dus er wordt met ons contact gezocht. Middels een telefoonnummer 785-5687, dat is ook een WhatsApp nummer, of via een mail pcr@bombira.com. Dan worden de mensen een aantal vragen gesteld over wat voor vlucht, of je ziekteverschijnselen hebt, et cetera. Want we willen alles natuurlijk wel veilig doen. Mensen krijgen een intakeformulier toegestuurd. Zodra mensen dit ingevuld naar ons retour hebben gestuurd en alle vragen zijn goed beantwoord. En wat ook belangrijk is om te vermelden, mensen hebben geen klachten. Want wij testen geen mensen met klachten. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van publieke gezondheid. Dus daar hebben we ook goed contact mee. Dan krijgen mensen bij ons een afspraak als we alle informatie hebben. De testen worden hier afgenomen. Die gaan twee keer per dag middels een koerier via Divi naar Curaçao. Daar worden ze geanalyseerd bij Medical Laboratory Services van Curaçao. Die sturen de uitslag binnen 24 tot 36 uur gegarandeerd weer terug naar de testpersoon. Via de e-mail en wij krijgen een cc daarvan. In geval van een negatieve uitslag is dat de uitslag van vanuit het laboratorium is meteen je reisdocument. In geval van een positieve uitslag wordt het ook aan ons gemeld. Wordt het gemeld natuurlijk aan de persoon. Die moet dan meteen in isolatie, die krijgt hele strikte regelgeving. En wij zijn in contact met publieke gezondheid dat wij ook hen informeren over een positieve uitslag, dat doen wij onmiddellijk. En we adviseren ook de persoon om contact op te nemen met 0800 0800, zodat dat verder door publieke gezondheid, GGD, kan worden afgehandeld op de juiste manier. Gisteren in de eilandsraadvergadering was er veel vragen over een privé testcentrum voor COVID-19. Maar hebben jullie wel gesprekken gehad met de publieke gezondheid voordat jullie dit begonnen? Nou, we zijn gelukkig in heel goed contact met publieke gezondheid, met meerdere personen, waaronder mevrouw Marion Luistra-Paschier, die iedereen inmiddels goed kent. Wij geven hun heel veel informatie, zij geven ons informatie. Wij zullen ook gevisiteerd worden door hun binnen niet al te lange termijn om te kijken waar wij mogelijkerwijs nog iets kunnen verbeteren. Dus tot op heden is dat een fijne samenwerking. Dus wij hebben expres een testlocatie gecreëerd wat een aparte ingang heeft, dus achter ons gebouw. Daar word je middels borden naartoe verwezen. En het is ook wel belangrijk om te weten dat de mensen die wij testen zijn in principe mensen die geen symptomen hebben. Dus de kans op besmetting is eigenlijk net zo groot, of eigenlijk moet ik zeggen net zo klein, als iedereen die bij ons nu naar binnen komt. En daarnaast houden we ons natuurlijk heel strikt aan die hygiënemaatregelen met een mondkapje. En onze verpleegkundigen die zijn natuurlijk zeer strikt ook in ons afnameprotocol. Hoe gaat het tot nu toe? Wij krijgen erg veel aanmeldingen, met name ook vanuit Amerika. Dat gaat eigenlijk met name in vanuit februari. We hebben ook veel aanmeldingen momenteel van mensen die activiteiten ontplooien hier op Bonaire waarvoor een COVID-negatief uitslag benodigd is. Met bepaalde beroepsgroepen bijvoorbeeld. Maar ook mensen die vanuit Bonaire vertrekken voor een dienstreis die ook testen nodig hebben. Dus dat is het grootste aandeel momenteel. En ik verwacht dat dat enorm zal gaan verschuiven richting de toeristen. Het liefste via het e-mailadres, dat is pcr@bombira.com. Daarnaast hebben we een telefoonnummer, wat ook een WhatsApp-nummer is, 787-5687. Dat is ook bereikbaar daarvoor. Via de mail is voor ons prettiger, want dat kunnen we beter plannen. En we beloven binnen een dag antwoord. En mochten er vragen zijn, die zijn ook te vinden op onze website, www.bombira.com.